we staan bij de eerste twee finalisten van het dameskoppeltoernooi. Lorena Rietberg en Eileen de Graaf. Was een moeizame finale, hè, Eileen? Ja, zeker. Het was een beetje up-down, maar ik bedoel van, we hebben het doorgetrokken. Ja, Lorena, over de hele dag wat wisselvallig, maar toch uiteindelijk naar je toe weten te trekken. Ja, ik ben er erg blij mee. Ja, voor de eerste keer weer in Nederland. Jij hebt natuurlijk vaker op dit podium gestaan. Wat trek je mee uit de lessen van de vorige keer? Ja, het is gewoon proberen kalm te blijven. Dat is nog altijd wel een punt. Ik bedoel van, we hebben allemaal bepaalde spanningen en zo. Maar dit is gewoon een geweldig toernooi. En gewoon, je hoort het al op die tv-banen van iedereen is voor ons, omdat we gewoon een Nederland koppel zijn. Ja, en dat geeft je wel echt een hele kick. Ja, Lorena, we zien jou natuurlijk op de Women's Series. Op zich aardig goed bezig daar. Speelt die ervaring die je daar opdoet hier ook een grote rol? Jawel, maar het is natuurlijk wel heel anders. Want de sfeer is gewoon anders, maar wel gezellig gelukkig. Wat doe je liever? PDC of dit? Dan wel dit. Dames, we wensen jullie veel succes zondag. Dankjewel.